Moet ik heel eerlijk zeggen, ik voel me wel thuis. Ik ben eigenlijk overdag was ik wel weer gespannen, maar toen ik er helemaal stond dacht ik, nou ja, van mij doen we nog een paar setjes. Ik zag dat. Ik dacht, gaan deze gasten nou nerveus zijn of gaan ze hier rustig zijn? Jij was gewoon alsof je volgens mij ergens op een achterbaan ergens bij je plaatselijke gravelpark zat. Nou, ik hou ze zo wel van het showtje, dus wat dat betreft. Ja, nee, ik hou er wel van. Smaakt naar meer? Nou, ik heb niet goed gespeeld, dus op dit moment ben ik heel teleurgesteld, want ik raakte echt helemaal niks vandaag. Waar kwam het dan door? Is het dan gewoon de zenuwen? Is het feit dat je hier in Ahoy staat en best wel heel veel mensen kijken? Waar ligt het aan, denk je? Ja, dat is een goede vraag. Dat zal er zeker mee te maken hebben. Ik voelde me niet zenuwachtig. Het was niet zo dat ik toen ik die dubbel fout sloeg, dat ik mijn arm aan het trillen was of wat dan ook. Maar ik raakte ze allemaal niet. Eigenlijk, kijk, zij serveerden wel goed. Ik raakte geen enkele return. Maar mijn service voelde ook niet goed. Volleys te laat. Ik bewoog ook gewoon niet lekker. Ik zat er gewoon helemaal niet in. De conclusie is dus een klein beetje teleurstelling en showkikkertje houdt wel van de arena. Juist. Goed gedaan jongens, dankjewel. Ja.